Hier woont ze, dat gemene mens. Ja, ze is echt altijd zo gemeen tegen Melanie. En tegen ons. Volgens mij haat ze kinderen. Maar hiermee gaan we haar pakken. Viel ze nou? Dat komt natuurlijk door ons. Snel rennen! Melanie? Wat deed je in Sophie's kast? Ik hoorde dat jullie bij elkaar gingen slapen. Ik wilde ook niet alleen zijn. Maar hoe ben je binnengekomen? Jullie achterdeur stond open. Echt waar? Dat is niks voor mijn moeder. Maar waarom wilde je niet alleen zijn dan? Nou, ik moet zo vaak denken wat er is gebeurd met mijn tante. Maar er is nog iets. Iets waar jullie ook van af weten. Ik heb er ook eentje gekregen. Oh, je hebt inderdaad de stekker eruit getrokken. Ja. En werkt het? Geen rare berichtjes meer gehad? Nee, ik denk dat je gelijk had. Ik denk dat het inderdaad die meiden waren. Hé, hey, zullen we een tijdje gaan voetballen op het plein? Nee, ik moet even huiswerk doen. Huiswerk? Jij? Ja, dus ik heb even geen tijd. Nou, oké dan. Zo eentje hebben wij er ook gehad. Hebben jullie er weer gehad? Nee. Eén andere, maar dat was een lege. Ja, pas toen we er water overheen kwam, konden we het lezen. Water? Ja, heb jij er meer gehad? Nee, dit was mijn enige. Mag ik vanavond alsjeblieft bij jullie slapen? Ja, natuurlijk. Dank je. Vroeger sliepen we altijd bij elkaar. Wist je nog? Dan hoef ik niets meer in je kast te verstoppen, Sophie. Ik snap nog steeds niet hoe de zwarte haak wist dat jij in die kast zat. Hij weet alles. Zullen we maar naar mijn huis gaan? Ga jullie maar alvast. Ik moet alleen nog even thuis mijn pyjama pakken. Thank you.
dat was een leger. Ja, pas toen we naar water overheen kwamen, konden we het lezen. Ik kan niet meer verder. Nee! Oh. En weet je nog, toen mijn vader het vlees aan het bakken was en toen het was verbrand. Ja, dat was echt grappig. Waarom zijn jullie eigenlijk gestopt om met mij af te spreken? Vroeger deden we alles samen. Nou ja, nu logeren we weer samen. Ja. Wat rusten. Wat rusten. Wat rusten. Thank you.